vliegtuigslurf, AVO-brug of passagiersbrug, de doorgang tussen de terminal en het vliegtuig heeft verschillende namen. De luchthaven wordt vernieuwd, zo ook de passagiersbruggen. Nou, sommige bruggen zijn einde levensduur en een aantal andere bruggen die voldoen gewoon niet meer aan de nieuwe type toestellen die hier tegenwoordig naartoe komen. Schiphol heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De bruggen zijn gemaakt van aluminium, dus we denken ook van we kunnen ze goed hergebruiken voor andere doeleinden. En zodoende zijn we dit project ook gestart om te kijken, kunnen we ze een nieuw leven geven. De oude bruggen worden op hele verschillende manieren ingezet. Bijvoorbeeld als rokersplek of als tuinhuisje. En zo'n gevaarte je tuin inkrijgen is nogal een onderneming. Het is prachtig. Ja, het is echt mooi. Ja. Zo'n tuinhuis heeft niemand. Nee. Hoe kwam u daar nou aan? Door een artikel in de krant dat dit soort buizen vrijkwamen vanwege het feit dat niemand waren te gebruiken voor de huidige luchtvaart. Ik heb al enorm veel gevlogen, omdat ik exportmanager was op West- en Oost-Europa. Dus ik maakte er ook veel gebruik van. U bent hier vaak doorheen gelopen? Vermoed het wel. Ik had het eerder moeten hebben. Ja, dat is juist erg prettig. Hè? Dit gaat niet roesten en het gaat niet brokkelen. Het is echt stevig. Hergebruik is altijd goed. Wie weet, zie je op andere onverwachte plekken nog wel eens een oude passagiersbrug verschijnen.